Het nieuwe boek van Tony Koppers ligt vanaf vandaag, sinds gisteren dus eigenlijk ook, in de winkel. Het Vergeten Meisje. Tony, goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je hier bent. Dank je. Alsjeblieft, waarover gaat jouw nieuwste roman? De 16e in deze reeks ook, hè? Ja. Het gaat over een jonge, vrolijke wijkagente. Camilla heet ze, ze is 23. En tijdens een routineopdracht maakt ze stoot ze op een bloedbad en ze gaat volledig in shock. Zo erg in shock dat ze de hulp zoekt van een therapeut. Ja. Die therapeut die heeft heel snel door dat ze alle kenmerken heeft van iemand die een trauma heeft meegemaakt toen ze heel klein was in haar kindertijd. Ja. En ze besluiten samen om door middel van hypnose terug te gaan naar die kindertijd. Oei, er is een gsm die precies aan het afgaan is. Nee, alle gsm? Oké, dan is het... Een traumatische ervaring van mij misschien of zo. Sorry. En tijdens die hypnose begint Camilla dus inderdaad terug beelden te zien van dingen, gruwelijke dingen die gebeurd zijn toen ze 5 jaar oud was. Alleen kunnen ze daar geen touw aan vastknopen, want ze weten niet of dat nu echt is, uh-huh. of ze zich dat echt herinnert. Dan wel of het haar fantasie is. Okay. En haar vriendin is mijn commissaris Lize Meerhout. Die steekt haar neus altijd overal in. Die is heel nieuwsgierig. En die gaat een beetje beginnen graven in dat verleden van Camilla. En wat zij ontdekt maakt een heel aantal slapende honden wakker. Waardoor niet alleen het leven van Camilla in gevaar is, maar ook dat van een heel aantal andere mensen. Okay, dat is zo'n beetje in een notendop. Ja, notendop, ja. Jouw vrouw was op de een of andere manier ook een soort van inspiratie voor het boek, heb ik gehoord. Mijn vrouw die werkt al enkele jaren samen met mij aan deze boeken. Dus we bedenken samen de plots, we bedenken samen de verhalen. Uh-huh. Dus ja, dat klopt. Maar god, weet je, sinds een paar jaar zijn mijn boeken een beetje family business geworden. Uh-huh. Door een ongelooflijk toeval, een heel leuk toeval, is het mijn dochter die op de cover staat. Mooie meisje. We hadden een aantal foto's die we ter inspiratie doorstuurden aan de man die de covers ontwierp. En die pikte haar meteen uit en die zei van kijk, je moet niet verder zoeken. Dit is gewoon een perfecte foto voor het boek dat we willen maken. Dus ja, ze staat op de cover. Ze vindt het zelf wel heel fijn hoor. Ja, is dit ook niet een beetje raar dat ze dan zo op de cover staat van een bijzonder verhaal wel zo? Absoluut, ja. Dus we hebben daar ook wel lang met haar over gepraat. Ja. Want dat was ook absoluut niet de bedoeling, nogmaals. Maar ja, het onderstreept gewoon dat we zijn er als gezin ook allemaal constant mee bezig, mm-hmm. met die boeken en met Lize Meerhout. Oké. Je hebt dan op de een of andere manier ook je inspiratie gehaald bij de meneer die naast je zit, die, mm-hmm. die de meeste mensen ondertussen wel kennen. Erik de Zwaar, goedemorgen. Hallo. Goedemorgen, je bent traumapsycholoog. Jij past hypnose ook toe om mensen over hun angsten en trauma's heen te helpen, toch? Hè? Ja, dat is zo. Hypnose is een prachtige techniek. Het is geen therapie op zich, maar het is een therapeutische techniek. En je kan eigenlijk mensen helpen om, zoals ik het Tony ook uitgelegd heb, met een soort van schijnwerper kan je op zoek gaan. Door aangescherpte aandacht en toegenomen concentratie in een zetel kan je op zoek gaan naar wat er zich in je geheugen bevindt. Uh-huh. En dat maakt natuurlijk van hypnose een hele goede techniek om ook mensen zelf met het trauma te laten omgaan. Omdat als je in een zetel zit en van op afstand kan kijken naar wat er ooit gebeurd is in dat leven, dan geeft het een toegenomen controle. Het is eigenlijk vaak onmogelijk om mensen in een normaal waakbewustzijn te laten terugkijken op de meest vreselijke ervaringen die ze meegemaakt hebben. Mm. En dat maakt het eigenlijk heel erg specifiek toepasbaar op traumatische ervaringen. Ja, je gaat inderdaad, het is goed uitgelegd, dan kan je daar iets bij voorstellen met die zaklamp in je geheugen en dan zoeken naar van waar zit het dan precies. Ja. Het is gecontesteerd ook, hè? Hypnose. Ja, omdat het vaak verkeerd gebruikt wordt. Hè. We zijn met onze Vlaamse wetenschappelijke hypnosevereniging zijn we eigenlijk een kruistocht bezig, mm-hmm. tegen leken en showhypnose. Hè. Hypnose zoals je dat eigenlijk in de media tegenkomt als een soort van hocus-pocus techniek, want dat is het helemaal niet. Maar wat je natuurlijk wel doet, is je zet de poort naar het onbewuste open en wat daar eigenlijk allemaal uitkomt, dat weet je niet. Dat is vaak de waarheid, maar ook vermengd met fantasie. Dus sowieso als je hypnose gebruikt als een soort van waarheidsserum, moet je toch altijd opletten. Je moet het eigenlijk gaan gebruiken als informatie die naar boven komt van op een onbewust niveau. Maar je moet het wel laten convergeren, samengaan met andere elementen, andere feiten, die de hypnose of de hypothese die uit de hypnose naar voren komt, gaan bevestigen. Dus als je het gebruikt als het is een waarheidsserum, dan riskeer je toch wel de mist in te gaan. Ja. Gevaarlijk op de een of andere manier dan waarschijnlijk. Niet gevaarlijk, maar misleidend. Ja. Werkt het altijd als jij iemand hypnotiseert of als jij het toepast? Werkt dat altijd?
Dat hangt er een beetje vanaf welke lading het dan moet dekken. Hè. Werkt het? Ja, iedereen gaat in hypnose, dat is zeker. Ja? Maar de zoektocht naar de waarheid, die leidt soms naar niets. Dus het is eigenlijk het is als een zaklamp. Het is een zaklamp die je eigenlijk gebruikt op basis van een toegenomen aandacht. En stel je maar voor, je bent iets verloren in je tuin en je gaat op zoek en het is donker. Je gebruikt een zaklamp. Ga je het vinden of niet? Dat weet je niet. Nee. Maar het is wel een goede techniek. Dus het is dus een goede zaklamp. Het is een goede manier om je aandacht te bundelen en met die gebundelde aandacht te gaan kijken naar wat er zich in het geheugen bevindt.